Welkom bij de Cabisa Software Talk. Mijn naam is Bas de Vaan en ik ben jullie host van vandaag. Ik zit hier vandaag met Pascal Widdershoven, dat is de CTO van Cabisa. En in zijn vakgebied een echte technische duizendpoot. Hey Pascal, zou je wat meer over jezelf kunnen vertellen? Ja, hoi Bas. Nou, ik ben Pascal Widdershoven, zoals gezegd. Ik werk nu 10 jaar bij Cabisa. Ik ben ooit bij Cabisa begonnen als junior softwareontwikkelaar. En de afgelopen jaren heb ik me flink ontwikkeld, allerlei verschillende soorten projecten gedaan, heel veel verschillende technologieën geleerd hier bij Cabisa. Ik ben eigenlijk langzaam maar zeker richting deze rol gerold die ik nu heb. Ik ben iemand die positief kritisch is, ik vind het altijd leuk om een beetje de status quo te challengen. En ook dingen niet zomaar voor waar aan te nemen. Hè. Dus ik vind het heel leuk om te kijken van hey, waarom doen we de dingen zoals we dat doen? Hoe kunnen we zaken beter doen? Hoe kunnen we nou ook optimaal tussen teams kennis delen met elkaar? Dat vind ik super leuk om te doen. En sinds kort ben ik CTO van Cabisa en mag ik me daar fulltime mee bezighouden. Ja, graag, dat klinkt goed. Cabisa, kun je daar ook wat meer over vertellen? Wat doen die? Zeker. Bij Cabisa, we zijn een maatwerk software bedrijf. Wij maken maatwerk software voor onze klanten. We doen dat zowel op projectbasis als op detacheringsbasis. We zijn opgericht in 2006, dus we bestaan dit jaar 15 jaar. We hebben inmiddels ruim 70 medewerkers. Dat zijn eigenlijk voornamelijk techneuten en designers. We hebben inmiddels ruim 350 succesvolle projecten gedaan. We hebben 3 kantoren in Nederland. We zitten hier op het hoofdkantoor in Weert. We hebben een klein kantoor in Eindhoven en we hebben een kantoor in Amsterdam. Dat zijn onze 3 kantoren. We richten ons op de high-tech, e-commerce en de supply chain markten. Dus we vinden het ook heel belangrijk om naast de echte technische kennis ook de domeinkennis te hebben van de branche waarin we werken. Want ik geloof ook echt dat op het moment dat je niet alleen die technische kennis meeneemt, maar dat je ook technische of inhoudelijke kennis van de branche kan meenemen, dat je gewoon nog meer waarde kan toevoegen voor je klant. Dat je dus ook betere software kan ontwikkelen die nog beter aansluit bij wat de gebruikers nodig hebben. Even denken, ja, we hebben een aantal keer zijn we beloond met een aantal awards, onder andere voor de beste werkgever van Nederland. De FD Gezellen Award, hè, die gaat over snel groeiende bedrijven. En dat komt ook vooral omdat we een hele open cultuur hebben binnen Cabisa. We zijn heel erg gericht op ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. We hebben een heel uitgebreid coaching traject bij Cabisa, waarbij we meerdere keren per jaar alle medewerkers krijgen coaching aangeboden. Echt om een stukje ontwikkeling van jezelf, loopbaanontwikkeling, waar wil je naartoe? Wat heb je daarbij nodig? Hoe kan Cabisa je daarbij ondersteunen? Welke trainingen en opleidingen zouden daarbij kunnen helpen? Of wat soort projecten liggen in de lijn van je ontwikkeling? Dat zorgt ervoor dat wij als Cabisa ook gewoon steeds beter worden. En je ziet dus dat ook beloond wordt met die awards. Kijk, en dan nog om wat klanten te noemen. We werken onder andere voor Signify, ASML, Google, Vakansolei, Engie, Toyota. Dus grote internationale namen, maar ook meer bedrijven uit Nederland, zoals een Vakansolei of een Engie. Hoewel Engie trouwens deels Frans bedrijf is, maar goed, dat terzijde. Nou, dan nog qua technologieën. We werken met een x-aantal technologieën. De belangrijkste daarin zijn Java, Python, React, Flutter en AWS. Dus naast de ontwikkeling zijn we ook heel actief op cloudgebied. We zijn AWS-partner, Amazon Web Services-partner. Daar doen we ook heel veel mee tegenwoordig. Dus dat even in een vogelvlucht. Wie is Cabisa? Ja, dat wil ik zeggen. Het is wel een heel breed spectrum aan technieken, klanten en wat Cabisa eigenlijk allemaal doet. Ja. Ja, cool. We zitten zelfs vandaag samen om een podcast te maken. Dus weer helemaal iets anders. Ja, ja. Waarom gaan we dat eigenlijk doen? Ja, waarom doen we dat? Goeie vraag. Nou ja, we vinden het als Cabisa heel belangrijk en leuk ook om kennis te delen. En we hebben ervoor gekozen om een aantal thema's eigenlijk te selecteren. En gedurende een bepaalde periode willen we kennis gaan delen binnen zo'n thema. En het eerste thema dat we gekozen hebben is AI, Artificial Intelligence. Dat gaan we een aantal maanden gaan we daaraan aan besteden. En we gaan eigenlijk allemaal activiteiten op dat gebied gaan we met elkaar bundelen. Dus we hebben deze podcast, we gaan een webinar opnemen, er volgen nog meerdere podcasts. Intern zijn er kennisevenementen geweest, workshops, presentaties over AI. Dus we bundelen eigenlijk allerlei verschillende soorten evenementen en activiteiten op één thema, in dit geval AI. Ja, dus eigenlijk is het gewoon onze documentatie voor onze zoektocht naar AI.
En die delen we graag met andere mensen in de hoop dat, dat anderen daar ook iets aan hebben. Een beetje kruisbestuiving dus. Ja. Ja, tof. En naast AI, wat gaan we daarna doen? Ja, het volgende thema wordt cloud. Dus dan gaan we een aantal maanden gaan we aan cloud besteden. Zullen ook weer een aantal podcasts, webinars, meetups wellicht. Hè. Dat is nu ook weer langzaam mogelijk, gelukkig. Cool. Ja, dus we gaan daar ook weer allerlei activiteiten hierna op het gebied van cloud organiseren. Ja, en dan en zo gaan we dus elk kwartaal dan of zo wisselen van onderwerp. Dus gaan we steeds een nieuw onderwerp uitdiepen. Ja, kijk, als Kibisa zijn we steeds weer bezig met dingen leren en kennis delen daarover ook weer. Dus er zal altijd wel een onderwerp zijn dat we interessant vinden, waar we graag weer kennis over delen. Dus dat ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dus vandaag gaan we beginnen met het thema Artificial Intelligence. Wat is dat eigenlijk precies? Ja, dat is een goede vraag om daar even te beginnen inderdaad. Het is ook nog best wel lastig om dat uit te leggen, maar ik ga mijn best doen. Vaak als je zegt AI, kunstmatige intelligentie, Artificial Intelligence, dan hebben vaak mensen... Algoritmes, maar ook Minority Report, Iron Man, The Terminator, weet je, dat soort films hebben mensen vaak in hun hoofd. Hè? Ja. Dat zijn de supercomputers die uiteindelijk de hele wereld overnemen, hè, die nog veel slimmer zijn dan mensen en die uiteindelijk ook zich tegen ons gaan keren. Hè? Dat is een beetje het idee, het beeld dat mensen daar vaak bij hebben. Als je dan gaat kijken naar de praktijk, AI is eigenlijk een soort van containerbegrip. Vaak hoor je dan begrippen als machine learning, neural networks, computer vision. Dat zijn eigenlijk allemaal soort van subgebieden binnen AI. Die term mag je ook eigenlijk weer meteen vergeten. Dat zijn toepassingsgebieden of manieren om AI toe te passen. Maar een hele eenvoudige manier eigenlijk om AI uit te leggen, vind ik zelf om te zeggen, AI is een manier om problemen op te lossen die je heel moeilijk in allerlei regeltjes kan vatten, maar die je wel voor kunt doen. En dus eigenlijk als je AI afzet tegen wat voor AI kwam, de meer traditionele softwareontwikkeling, dat is eigenlijk puur gebaseerd op code die door ontwikkelaars geschreven wordt. En op het moment dat je dan iets gaat ontwikkelen, moet je eigenlijk het probleem dat je aan het oplossen bent, hè, bijvoorbeeld stel dat je een applicatie aan het maken bent, een stuk software die spam moet herkennen, spam comments. Ja. Nou, als je dat met traditionele code doet, moet je dus eigenlijk allemaal regeltjes gaan opstellen, hè, als het bericht bepaalde woorden bevat, als het bericht heel veel... Een Bitcoin wallet of zo, dan... Je gaat allemaal regeltjes opstellen en dan moet ook eigenlijk een hele uitputtende set aan regels zijn. Ja. En voor de soorten problemen, zoals bijvoorbeeld spamdetectie, dat zijn problemen net zoals zelfrijdende auto's, een hond herkennen in een foto. Dat zijn allemaal van die problemen die je heel moeilijk in een uitputtende set van regels kunt vatten. Probeer maar eens voor te stellen, hoe zou je regeltjes moeten beschrijven die vertellen hoe een hond eruit ziet. Want er zijn zoveel verschillende honden. Die foto die kan gemaakt zijn binnen of buiten. Er zijn zoveel variaties mogelijk. Dus dat kun je gewoon niet in regeltjes vatten. En dat is precies waar AI juist heel goed in is. Want met AI kun je een computer in feite iets voordoen. Je kunt een AI-algoritme kun je bijvoorbeeld allerlei foto's gaan geven van honden. En die kun je miljoenen foto's van honden gaan geven. Honden binnen en buiten. Allerlei verschillende soorten honden. En AI kan dan zelf eigenlijk daar de correlatie in gaan zien. Die kan dus zelf eigenlijk gaan herkennen en leren hoe zo'n hond eruit ziet. Ja, dus die regeltjes die voorheen een programmeur moest schrijven, die hoeven dan niet eens meer geschreven te worden. Nee, maar je moet wel, wat wel heel belangrijk daarbij is, je hebt data nodig, je hebt goede data nodig. Hè? Dus het is niet zomaar dat je zo'n computer alleen maar foto's van een hond kan geven. Hè? Je moet ook heel duidelijk, moet je de computer gaan vertellen van oké, dit is een hond en dit is een foto van een kat. Op deze foto, op dit stukje, daar zit die hond. Dus je moet die computer wel data geven, goede data. Ja. En dan kan die zelf uiteindelijk gaan leren, dus zo ziet een hond eruit. En het mooie daarvan is, dat is ook het unieke van AI, en het stuk van AI denk ik wat heel veelbelovend is dat AI uiteindelijk daarmee ook in staat wordt om situaties, om leren om te gaan met situaties die hij nooit eerder gezien heeft. Een foto die hij nooit eerder gezien heeft, kan hij dus op basis van de data waarmee hij getraind heeft, kan hij al weten, dit is een hond, ondanks dat hij die foto niet gezien heeft. Nou, daar komt ook het stukje natuurlijk kunstmatige intelligentie hier vandaan. Wij als mensen kunnen dat heel goed. Als wij twee keer een foto van een hond gezien hebben, dan waarschijnlijk bij een derde foto heb je al best een goed idee dat een hond zou kunnen zijn. En AI heeft dat ook in zich. Om dus zelf uiteindelijk op basis van data
dat te kunnen extrapoleren en kunnen zeggen van oké, dit is ook een hond. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat klinkt heel erg nuttig. En is het lastig om dat te gebruiken? Ja, wat is lastig? Het belangrijkste bij AI eigenlijk is vooral dat je data, je hebt goede en veel data nodig. En ik noem natuurlijk nu een heel generiek probleem, hè, honden herkennen in foto's. Maar als je gaat nadenken over meer businessproblemen, dan heb je vaak ook veel meer van je eigen data nodig. Hè. Dus stel dat je een financiële dienstverlener bent en je wilt frauduleuze transacties gaan opsporen. Dat is natuurlijk een complexer domein ook dan foto's, ja. Honden herkennen in foto's. Maar dan heb je dus heel goede data nodig. Dus dan moet je eigenlijk naar je eigen data gaan kijken. En dan moet je dus gaan kijken dat je in je eigen data die je verzamelt, dat je daarin kan gaan herkennen van oké, dit waren frauduleuze transacties. Dan moet je die allemaal gaan verzamelen. En dan moet je gaan zoeken van oké, wat zijn nu de correlatie hierin eigenlijk? Hè? Dus waaraan zouden we op basis van data kunnen gaan herkennen dat het een frauduleuze of mogelijk frauduleuze transactie is? Dat is nog vaak niet zo makkelijk. Hè? Dus ja, stel je voor dat het fout gaat. Maar het begint al vaak bij die data krijgen. Hè? Dus hoe, ja. Hè, ja. Je moet zorgen dat je die data gaat verzamelen. Dus als je nu denkt van hey, we willen een algoritme gaan ontwikkelen om die frauduleuze transacties te herkennen, dan moet je dus gaan beginnen met het verzamelen van data. Ja. Je hebt ook veel data nodig. AI heeft op dit moment, in tegenstelling tot mensen, hè, mensen kunnen vaak met relatief weinig data kunnen ze al gaan extrapoleren. Hè? Dus mm-hmm. Je ziet een paar plaatjes van een hond en je weet hoe een hond er ongeveer uitziet. AI heeft op dit moment nog veel data nodig. Dus je moet ook echt veel data gaan verzamelen. Je moet al die data gaan labelen. Oké, dit was wel een frauduleuze transactie, dit niet. En dan moet je gaan zoeken naar correlaties in die data. Hè? Van wanneer is het nou een frauduleuze transactie? Misschien is dat wel vaak als die transactie uit een bepaald land komt. Of op het moment dat die gemaakt wordt met een account, hè, die minder dan een dag oud is. Hè? Dat soort data, die moet je eigenlijk allemaal gaan verzamelen. Allemaal bij elkaar gaan gooien en dan moet je gaan zoeken wat eigenlijk de correlaties daarin zijn. En pas als je die data goed op orde hebt, dan kun je gaan nadenken over die data dus aan een AI-algoritme te gaan voeden. Maar dat is vaak dus de uitdaging, hè, om überhaupt daar te komen, om die data dus goed op orde te hebben. En dat is iets waar we zien dat bedrijven nu nog vaak moeite mee hebben, om te zorgen dat je de juiste data hebt en dat je die op de juiste manier kunt verwerken. Nou, dus hoe meer data je hebt, hoe beter je algoritme dan, of hoe beter je AI eigenlijk? Hmm. Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Hè. Dus je hebt veel data nodig om een AI-algoritme te trainen. En inderdaad, hoe meer data, hoe beter je algoritme wordt. Nou, vaak, dan wordt het wel vrij technisch. Hè. Vaak als je een AI-algoritme gaat trainen, dan ga je je dataset ga je opdelen in een deel trainingdata en een deel testdata. Waarbij je dus zegt van oké, ik heb hier bijvoorbeeld 1 miljoen transacties en gegevens over 1 miljoen transacties. Die zijn gelabeld. Ik weet welke frauduleus waren en welke niet. Je hebt alle data die daarbij hoort. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik ga 700.000 van die transacties, die ga ik aan het algoritme geven. En vervolgens ga ik die overige 300.000, die ga ik er doorheen halen. En dan ga ik kijken in hoeverre dat algoritme correct die frauduleuze transacties daaruit weet te halen. Ja, toen een extra check. Dus je gaat ook echt een check moeten doen. En hoe meer data je hebt, en je hebt dus ook voldoende verificatiedata nodig, dan kun je dus daarmee gaan controleren hoe goed je AI-model het doet. Oké, ja, cool. Jij zegt in ieder geval de eerste stap die ik zou moeten doen als ik iets wil gaan beginnen met artificial intelligence is zorg dat mijn data op orde is. Data, absoluut. Ja. Ja, AI leeft van data, het begint echt bij de data. Ja. Oké, nou, ik heb mijn data op orde. Wat gaan we dan doen? Dan ga je op zoek naar een AI-algoritme dat daarbij past. Dat is vaak het werk van data scientists, die houden zich daar vaak mee bezig. Ja. Je hebt bepaalde standaard algoritmes. Hè, dus dan moet je gaan kijken, oké, welk algoritme past goed bij het probleem dat ik oplos. Voor sommige problemen heb je al kan-en-klare algoritmes tegenwoordig die je min of meer van de plank kunt halen en dan met je eigen data kan gaan trainen. Nou, bij complexere use cases zou je ook zelf eigen algoritmes moeten gaan maken. Hangt net een beetje vanaf wat je wil gaan doen. Maar uiteindelijk, het begint bij data. Die data ga je aan een algoritme geven. Je gaat het algoritme gaan je trainen. En uiteindelijk kun je het algoritme gebruiken. Dat is een beetje op heel hoog niveau, zeg maar, de stappen die je dan doorloopt. Oké, en dan uiteindelijk is zo'n data scientist klaar. En dan heb je een apparaatje die voor jou een oplossing geeft. Hè? Dus die laat je dan een foto zien en dan zegt hij, ja, dat is een hond of dat is een kat. En dan
Dan bak je dat in je software. Hoe moet ik dat voor me zien? En dan kun je daar gewoon mee aan de slag? Ja, ook dat hangt weer een beetje natuurlijk van de toepassing af. Maar uiteindelijk komt het daar min of meer op neer. Zo makkelijk is het dan ook weer niet. Hè. Kijk, vaak is het zo, een AI-algoritme, daar zit vaak ook een inherente onzekerheid aan. En dat komt vaak doordat het probleem dat je probeert op te lossen met AI, daar zit vaak al inherent in het probleem zit daar onzekerheid aan. Want een comment kan eruit zien als spam, maar kan nog steeds een legitieme comment zijn. Ja. En dus je moet ook wel vaak, op het moment dat je een AI-functionaliteit gaat gebruiken, zal je er ook rekening mee moeten houden dat er onzekerheid in zit. Dus je moet ook anders gaan nadenken over hoe je de software features eigenlijk bouwt. En ook hoe die user interaction is. En dus je kunt met AI vaak niet met 100% zekerheid zeggen, dit is spam. Maar dus vaak uitzicht dat in dat je je software zo gaat designen, dat je zegt van oké, dit is met zoveel procent, 95% zekerheid is dit spam. Stel dat het boven de 90% is, nou dan flaggen we die comment bijvoorbeeld, laten we hem standaard niet zien. En dan laten we een mens nog een verificatiestap doen om te bevestigen dat dit inderdaad wel of niet spam is. Dus je moet ook echt wel anders gaan nadenken. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een hele andere manier van denken in traditionele software, waarbij alles op basis van regeltjes is, die alleen maar doet wat jij vertelt dat je moet doen. En daar kun je met zekerheid zeggen, oké, volgens onze regels is dit spam. En als je dat met AI gedaan hebt, zit er altijd een bepaalde mate van onzekerheid in. Dus daar moet je ook de hele features anders designen. Het zorgt er helemaal voor een andere mindset die je moet hebben als het gaat om werken met je software. En dus je ziet ook wel dat we eigenlijk als IT-groep eigenlijk, dat we daar met z'n allen nog heel veel te leren hebben. Het zijn enerzijds de developers, de data scientists, en de AI-developers is een term die je tegenwoordig al vaak hoort. Maar die hebben natuurlijk nog heel veel kennis op te doen, heel veel te leren. Maar ook productdesigners. Grafisch designers, interaction designers, die moeten ook gaan nadenken over als ik met AI in mijn producten ga verwerken, nou, hoe interacteert een mens daarmee? Ja, precies. Dus daar hebben we eigenlijk als hele IT-industrie nog best veel te leren. Ja. Dus eigenlijk staan we nog echt aan het begin van iets wat straks een deel van ons leven gaat worden, maar nu nog echt uitgevonden gaat worden, hoe gaan we daarmee om? Ja, je ziet wel dat zeg maar, de grote techbedrijven, de Amazons, Google, Facebook, dat soort bedrijven, die zijn daar al wel vaak wat verder in. De MKB-bedrijven, zeg maar, of in ieder geval die iets wat kleinere bedrijven, die hebben daar echt nog wel een hele grote stap te maken vaak. Ja, maar dat begint nu al een beetje te komen, denk je? Dat begint nu wel te komen, inderdaad. Je ziet ook daar allerlei ontwikkelingen op het gebied van AI, dat waar een aantal jaar geleden je eigenlijk altijd een eigen algoritme moest gaan maken. Er komen nu al steeds meer tools beschikbaar waarbij je gewoon AI kunt toepassen. Oké. En hoe zit het dan bij Cabisa? Bij Cabisa maken we maatwerksoftware. Hoe zien we daar AI voor ons? Wat gaan we daarmee doen? Ja, nou, bij AI, bij Cabisa bedoel ik, zijn we inderdaad ook erg geïnteresseerd in AI. We zien in AI dat AI echt nieuwe mogelijkheden gaat introduceren. Ja. Dus zaken die je vroeger niet kon automatiseren, zullen we maar zeggen, die kun je met AI wel gaan automatiseren. Dus het opent echt gewoon nieuwe mogelijkheden. Dus vanuit dat perspectief zijn we er natuurlijk heel erg geïnteresseerd in. Maar we zijn er wel ook nog een beetje zoekende van, oké, wat is onze rol daar dan precies in? Hè? Dus wij als traditionele softwareontwikkelaar, daarvan zou je kunnen zeggen, nou, wij moeten ook data scientists in dienst gaan nemen. We gaan zelf algoritmes ontwikkelen. Dat zou een optie kunnen zijn. Een andere optie zou kunnen zijn dat we blijven doen waar we goed in zijn. En we gaan juist die AI-algoritmes of die AI-functionaliteit die gaan we implementeren in bestaande maatwerksoftware of in onze projecten. En de ontwikkeling van het algoritme, dat laten we bijvoorbeeld aan andere bedrijven over. Daar gaan we bijvoorbeeld samenwerkingen aan met andere bedrijven. En daar zijn we nog een beetje zoekende in wat het gaat zijn. We neigen nu naar dat tweede, dus dat we ons niet per se met de algoritme zelf gaan bezighouden, maar dat we wel weten hoe je AI moet implementeren in een softwareproduct. Hoe de data pipeline eruit ziet om de data die een stuk software verzamelt en maakt, hè, hoe die op een gestroomlijnde manier kunnen gaan verwerken, hoe die aan AI kunnen gaan voeden, hoe we AI in onze interaction designs kunnen gaan meenemen, dus hoe we echt onze producten beter kunnen gaan maken met AI. Ik denk, als ik het nu zie, is dat wel de kant die we uitgaan. Ja, dus als ik als klant naar Cabisa toe kom en ik zeg, ik heb een idee en ik denk dat AI mij daarbij moet gaan helpen, of dat weet ik misschien niet eens, dan komt Cabisa met een oplossing daarvoor om dat het hele plaatje
te gaan maken, niet alleen het algoritme. Ja, ah, ja. Okay. Ja, kijk, en het zou ook zomaar kunnen, hè. Niet elk probleem hoef je met AI op te lossen. Hè. Dus nee, precies. Ja. Wat je vaak ook ziet, hè, de eerste regel van AI is dat je nooit moet beginnen met AI, maar dat je moet zorgen dat je je data op orde hebt. Ja. Dat je dan begint met wat simpele logica, wat statistiek misschien, dat je uiteindelijk als het nodig blijkt voor de use case, en dat je dan langzaam naar AI toe gaat. En nou, zo'n soort traject zouden we natuurlijk ook met klanten graag doorlopen, waarbij we gaan kijken wat is nu echt nodig, wat is de vraag achter de vraag, hè? Dat doen we bij Cabisa ook graag. En we vanuit daar gaan kijken van, nou, is hier AI voor nodig of kunnen we dit wellicht met data en wat statistiek oplossen bijvoorbeeld? Ja, oké, okay, cool. Dus we zijn als Cabisa echt nog zoekende naar hoe kunnen we een beetje verkennen op hoe kunnen we klanten nu echt goed ondersteunen in dat hele traject. Dus ook data verzamelen. Ja. Oké, okay. Ja. Tot zover ongeveer de intro over Artificial Intelligence bij Cabisa en hoe we er nu in staan. Dit is natuurlijk pas de eerste podcast. Hierna gaan we nog van allerlei dingen stappen nemen in onze verkenning in AI. Zeker. Ja, zo is de volgende is een podcast met Roy Lenders. We gaan op bezoek bij Roy op de Brightlands Campus in Venlo. En Roy is echt een AI-pionier en het is een vis in het water op het gebied van startups die van alles doen met AI, van grasmaaiers, grasmaaiers is... Dit zijn robots die door bossen en grassen rijden om van alles over natuur te weten te komen tot trainbots. Dat is, die gaat er heel erg ver in. Dat wordt een interessant gesprek. En we hebben ook binnenkort nog een webinar waar jij aan gaat deelnemen, toch? Klopt, ja. Dat is op donderdag 28 oktober aanstaande. We hebben inderdaad een webinar met als titel AI Hype or Game Changer. Dat is een Engelstalig webinar overigens. En daarbij sluiten een aantal verschillende mensen aan. Er wordt gehost door Remy Gieling van AI.nl. We hebben Arnoud Hubo van ASML. We hebben Sebastian Laurijsen van het AI Innovation Center. En ikzelf vanuit Cabisa sluit daar aan. En eigenlijk al deze mensen hebben net iets andere blik op AI. En dat gaan we eigenlijk in die webinar gaan we dat met elkaar bespreken. Dus we gaan eigenlijk die zoektocht waar veel bedrijven in zitten, die gaan we daar bespreken. En dat doet ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Dat klinkt ook wel erg goed. Ik denk dat we daar als Cabisa heel erg veel van kunnen leren. En hopelijk ook met een hoop mensen zo kunnen delen. Ja. Dat die met ons mee kunnen in de zoektocht wat we nou precies met AI aan moeten in de toekomst. Ja, dus dit is het einde van deze podcast. Ik wens jullie alvast heel erg veel luisterplezier naar de volgende podcast en naar de webinar die eraan komt. Ik ben Bas de Vaan, dit is Pascal Widdershoven vanuit Cabisa. En tot de volgende keer.